In mijn vorige video liet ik zien dat je de expansie van het universum kunt uitbeelden met een ballon. In dit geval doen we alsof ruimte een oppervlakte is. Het hele universum en alles wat erin zit, is het dunne velletje van de ballon. Het opblazen van de ballon komt overeen met het uitrekken van de ruimte. Alles in die ruimte dat niet aan elkaar vastzit, wordt meegetrokken. Anders dan hier uitgebeeld, rekken de sterrenstelsels zelf niet uit, omdat de sterren in het sterrenstelsel aan elkaar gebonden zijn door de zwaartekracht. Maar de ruimte waarin de sterren zich bevinden, rekt wel uit. En op de schaal van vele miljoenen lichtjaren heeft dat het effect dat sterrenstelsels en clusters van sterrenstelsels langzaam uit elkaar drijven. In werkelijkheid is ruimte uiteraard geen oppervlakte. Het heeft 3 ruimtedimensies en 1 tijdsdimensie. Daarmee is ruimte 4-dimensionaal. Dat is veel te lastig om uit te beelden. Dus, om te visualiseren hoe ruimte expandeert, doen we alsof ruimte een oppervlakte is. Als ruimte volledig plat zou zijn, dan zou het ergens een einde moeten hebben. Of het strekt zich uit tot in het oneindige. Dat geldt ook voor de werkelijke 4-dimensionale ruimte. Maar hoe kan ruimte nou een einde hebben? Wat is er dan voorbij dat einde? Dat kan ook helemaal niet. Tenminste, volgens de wiskundige beschrijving van ruimte kan dat niet. Het universum is oneindig groot of het is gekromd, net als het oppervlakte van een ballon. Het heeft geen begin en geen einde. Dat levert ons een prachtig, compleet plaatje van het heelal. Maar in werkelijkheid is dat plaatje dus veel complexer. Het universum bestaat uit een 4-dimensionale ruimte die zodanig gekromd is dat het 1 geheel vormt. Als je een voorstelling wilt maken van hoe dat precies werkt, dan zul je echt diep in de wiskunde moeten duiken die ruimte beschrijft. En dat zijn deze Einstein-vergelijkingen. Precies. Daarom gebruiken sterrenkundigen de analogie van een ballon. Hoe groot is die ballon? Hoe groot is het universum? Dankzij de ruimtetelescoop Planck kunnen we helemaal terugkijken in de tijd tot de eerste straling van vlak na de oerknal. Dankzij die metingen weten we dat het universum zo'n 13,8 miljard jaar oud is. We weten ook hoe de ruimte zich in die jaren heeft uitgerekt. Daaruit kunnen we uitrekenen dat het universum minstens een omvang heeft van zo'n 92 miljard lichtjaar. Maar dat is alleen het deel van het universum dat we kunnen zien. Het is de omvang van deze cirkel op de ballon. De aarde bevindt zich precies in het midden van die cirkel. Zoals ik in mijn vorige video al had verteld, heeft het licht van sterren buiten deze cirkel ons nog niet bereikt. En dus weten we niet hoe groot het totale universum is. Maar, wat als we zouden kunnen meten hoe gekromd de ruimte is? Immers, als deze cirkel zich uitrekt over een groot deel van de ballon, dan is de ruimte heel erg gekromd. Maar, als deze cirkel maar een klein deel is van de ballon, dan is de ruimte heel erg niet gekromd. Recht? Is de ruimte dan recht? Wat is het tegenovergestelde van een gekromde ruimte? Plat? Ha? Nee, ruimte is niet plat. Ruimte is 4-dimensionaal.
Ik ben net bezig met een hele video om dat uit te leggen. Oké, dus als ruimte niet gekromd is, dan noemen we dat plat. De ruimte is nog steeds vierdimensionaal, drie ruimtedimensies en één tijdsdimensie. Maar als die dimensies netjes recht zijn, dan noemen we de ruimte plat. Sterrenkundigen zijn echt waardeloos met naamgeving. Dus, als deze cirkel klein is, dan is de ruimte bijna helemaal plat. Maar niet plat als in een velletje papier plat, maar als in niet gekromd in vier dimensies. Oké? Als we zouden kunnen meten hoe gekromd de ruimte is, dan zouden we moeten kunnen inschatten hoe groot het zichtbare deel is ten opzichte van het gehele universum. Kunnen wij meten hoe gekromd de ruimte is? Ja, dat kunnen wij. Wist je dat de hoeken van een driehoek bij elkaar opgeteld altijd 180 graden is? Dat is een wiskundige zekerheid. De wiskunde die dit beschrijft noemen we geometrie. Geometrie kunnen we ook toepassen op het oppervlakte van een gekromde ruimte. Deze hoek is 90 graden. Deze hoek is 90 graden. En deze hoek is 90 graden. Dat is samen 90 plus 90 plus 90. Dat is 270 graden. Wacht. Hey! Als de oppervlakte gekromd is, dan geldt die regel niet. De hoeken van deze driehoek zijn samen opgeteld meer dan 180 graden. De regels van geometrie voor een gekromde ruimte zijn anders dan voor een platte ruimte. Dus alles wat we hoeven te doen, is een driehoek te maken vanaf de aarde helemaal naar de rand van het zichtbare universum en kijken of die driehoek voldoet aan de wetten van de geometrie in een platte ruimte. Eitje! Zo gezegd, zo gedaan. Kijk nog eens naar de kosmische achtergrondstraling. Dit is zoals de rand van het zichtbare universum er voor ons uitziet. We kijken immers helemaal terug in de tijd, zo ver als we maar kunnen. Deze kosmische achtergrondstraling toont ons variaties in de dichtheid waarvan we denken te weten hoe groot ze werkelijk zijn. We noemen deze patronen baryon-akoestische oscillaties of BAO's. Deze patronen zijn ontstaan doordat er in het vroege universum gebieden waren met een iets grotere dichtheid. Door de zwaartekracht werd de omliggende zichtbare materie naar deze gebieden getrokken. Dit had weer tot gevolg dat de lokale temperatuur toenam, waardoor er een stralingsdruk ontstond die alles naar buiten duwde. Op deze wijze ontstonden er bubbels van gebieden die oscilleerden. Deze cirkel is de grens van het zichtbare universum. Ik heb voor de duidelijkheid de sterrenstelsels even achterwege gelaten. Als we naar deze grens kijken, dan zien we het universum zoals er vlak na de oerknal uitzag. Hier bevinden zich die bubbels. Laten we met een telescoop kijken naar de top en onderkant van zo'n bubbel. Nu hebben we een driehoek. We weten wat deze hoek is, dat vertelt de telescoop ons. We weten ook wat de lengte is van deze zijdes. Die zijn 46 miljard lichtjaar, de helft van de diameter van het zichtbare universum. Daarmee kunnen we uitrekenen hoe groot de omvang is van deze bubbels. In werkelijkheid gaat het niet om een enkele bubbel, maar om het gemiddelde van heel veel bubbels. Dat is wat lastig tekenen, dus we doen alsof er één enkele bubbel is. Waar was ik? Juist. Aan de hand van waarnemingen kunnen we uitrekenen hoe groot deze bubbels zijn. Maar uit de theorie van BAO's weten we hoe groot deze bubbels zijn. De meting aan de omvang van die bubbels moet precies overeenkomen met de werkelijke omvang van de bubbels. Tenminste, als de ruimte plat is.
Als de ruimte gekromd is, zoals op deze ballon, dan zullen we een grotere waarde vinden voor de bubbels dan dat ze werkelijk zijn. De ruimtetelescoop Planck is per kilogram een van de duurste telescopen ooit. Maar dat geld was goed besteed. Door de BAO's uit de kosmische achtergrondstraling te analyseren, hebben we daadwerkelijk kunnen meten hoe gekromd de ruimte is. En wat blijkt? De ruimte is plat. Dat is een uitzonderlijke ontdekking. Binnen de foutenmarges blijkt dat de voorspelde omvang van de BAO's precies overeenkomt met de waargenomen omvang, onder de aanname dat ruimte plat is. Als de ruimte niet plat zou zijn, of als er fouten zouden zitten in ons begrip van de grootte van het zichtbare universum, of van de omvang van die BAO-bubbels, dan zou je niet verwachten dat die waarden precies met elkaar overeen zouden komen. Of er is sprake van een bizar toeval, of ons begrip van de omvang en expansie van het zichtbare universum klopt echt. Dat laatste betekent dat het universum echt groot is. Heel, heel groot. Nog vele malen groter dan het zichtbare deel. Misschien wel oneindig groot. Of misschien is het universum niet egaal gekromd, maar heeft pieken en dalen. Misschien bevinden de aarde en de melkweg zich wel in een deel van de ruimte dat toevallig plat is. In dat geval hebben we geen flauw idee hoe groot het universum is. Maar wederom, dat zou heel toevallig zijn. De meest eenvoudige verklaring die niet op toeval berust, is dat het universum heel, heel, heel groot is. Dat het zichtbare deel, deze cirkel met erin honderden miljarden sterrenstelsels, slechts een heel klein deel van het complete universum voorstelt. We kunnen dus niet bewijzen dat het universum eindig is. Alle metingen die we hebben gedaan kunnen zowel overeenkomen als een eindig groot universum als een oneindig groot universum. Maar maakt het iets uit? Het universum is groot! De mensheid is nog niet eens voorbij de maan geweest. Dat is een afstand van 380.000 kilometer. De afstand tot de dichtstbijzijnde ster buiten ons zonnestelsel is 100 miljoen keer zo ver. De rand van ons sterrenstelsel is nog eens 25.000 keer zo ver. De grens van het zichtbare universum is nog eens 100.000 keer zo ver. Ik denk dat we voorlopig genoeg te ontdekken hebben zonder dat we ons zorgen hoeven te maken dat de ruimte opraakt.